In deze aflevering bezoeken we een energiecentrale die eind jaren 30 werd gebouwd in opdracht van een van de vele staalproducenten in Wallonië. Hij werkte op kooksfabriek Gas, uit de kooksfabriek die hiernaast staat. Na de bouw zijn er veel upgrades geweest met nieuwe turbines. Maar in 2007 kwam er een einde aan toen de kooksfabriek sloot en dus niet meer kon leveren naar de centrale. Nu, 13 jaar later, gaan we kijken wat er nog allemaal te zien is. Bij binnenkomst zien we al vrij recente kabels hangen, wat kan betekenen dat er nog camera's en sensoren hangen. Ook wordt dit terrein dag en nacht beveiligd. Wordt een hit en run, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik denk snel filmen en dan niet onderweg. Dat ze binnen 10 minuten zijn ze er. Ja? Dus ik stel voor dat we een timer zetten op 10 minuten. Gelukkig vonden we al snel een deur die ons bracht naar het gedeelte waar we wilden zijn. De controlekamer. Dit was wel de mooiste controlekamer die ik ooit had gezien. Alles was nog volledig intact. Alle duizenden knopjes die elk weer ergens anders voor dienden. Echt super indrukwekkend om te zien. Zonder dat we het door hadden, waren de 10 minuten voorbij. Komen we hier zonder gepakt te worden weer uit? Dat zie je in deze video. Wow, joh, gast. Zeg ik dat goed? Dit is bizar. Hiernaast hebben ze een koos. Dit is bizar groot. En dan daar maakt ze staal van en het gas dat vrijkomt. Ja, daar maakt gas stroom van. Ja. Oké, chill. Ik heb het gewoon eens goed. Ja, goed. Hij heeft het goed. Vertel, wat gebeurt er hier? Ja, ik ben dus zeg maar van de EHBO. Hij is weer van de EHBO. Maar hiernaast heb je een kooksfabriek en daar werden van steenkool werd ijzer gemaakt. En er kwam gas bij vrij bij de productie daarvan. En dat werd hier in deze energiecentrale weer omgezet naar gas. Naar stroom. Bijna fout nog. Bijna fout nog. Jongens, super tof dat jullie alweer kijken naar een gloednieuwe video van UrbexNL. Momenteel staan we binnen in een verlaten energiecentrale. Je hoorde dus net al wat ze precies hier allemaal deden. We gaan sowieso even verder kijken, want het schijnt dus ook nog dat de beveiliging hier rondloopt op het terrein. En dat die ook binnenin de gebouwen kan rondlopen. Dus ik ben heel benieuwd of we gepakt gaan worden of dat we deze vette locatie gewoon goed voor je er vast kunnen leggen. Maar moet je dit zien. Kijk waar we hierin zijn beland. Moet je kijken. Hier werd dus iets verwarmd. Ik weet niet of die stroom... Hier, moet je kijken. Dat is bende. Je moet echt goed uitkijken hier, want er kan ook zomaar gewoon een gat in de vloer zitten. Dan kan je er zo doorheen zakken. Moet je dit zien. Echt super oud ook. Ik ben hier trouwens ook samen met Mark, van Mark ben ik. En Jesse van Forgotten Buildings. De link vind je ook sowieso in de beschrijving. Kijk, hier heb je ook nog allemaal verschillende knopjes. Gast, ging hier iets aan? Ik vond het echt niet. Zonder grap. Hé, hey, wat deden jullie? Wat was dat? Hé. Hey. Hé, waar zijn jullie? We zijn hier, of niet? Sowieso hoorde ik net hier. Waar zijn hun? We lopen hier boven. Kijk, daar lopen ze. Hoe komen we hier naar boven? Oh, hier. Oké, wij gaan ook naar boven. Maar hun drukte dus net op een soort knopje of zo. En in één keer ging dus... het lijkt net of die kabels hier of zo gingen bewegen. Dat was best wel raar. Dan heb je dus allemaal verschillende verdiepingen waar ze dus heel die stroom en zo mee warm maakten. Want dat kwam dus van een centrale die hiernaast ligt. Maar dit is wel echt super vet. Gewoon heel die trappen, gewoon echt super oud. En dan gewoon heel zo'n fabriek die gewoon leeg staat en gewoon helemaal aan het verroest is. Blijft toch echt wel elke keer super mooi om te zien. Kijk dan dit allemaal. Het is niet normaal hoe groot het is. Heel deze platen zijn dus ook verrot. En hier kan je dus zo makkelijk tientallen meters naar beneden vallen. Moet je zien, dit uitzicht. Je hebt hier ook zo'n loop. Wauw, joh. Daar heb je die kooksovens. Dit is niet normaal. Vet, hè? Ja, dit is die kooksfabriek, ja. Ja, en dat zijn de kooksovens. Ja, joh. Die lange schachten. Oh.
Er werd dan gas in gepompt, zeg maar. Of in ieder geval, daar werd gestookt. Met kolen, weet ik veel. En daar werden de kooks dan mee omgezet. En dan werd dat opengetrokken. En naar beneden heb je een treinspoor. Mm-hmm. Er stond dan een trein en dan viel het zo die trein in. Zo vet. Waar komt hier ook vandaan? Ja, oh, dat is de nieuwe centrale. De nieuwe centrale staat ernaast. Ja, die staat ernaast. En die is dus nog in gebruik. Echt heel vet. En dan rookt het ook wel heel erg. Kijk, dat trekt echt overal overheen. Niet normaal. We moeten snel weer terug voordat de beveiliging ons straks ziet. Ja. Dus, Benny samen met Mark van Mark Ben Ik. En ik ben samen met UrbexNL. Ook Mark. Ook Mark, Mark, ja. Dus zijn linkje kan je ook sowieso in de beschrijving vinden. Ja, datzelfde. Check hem ook sowieso. En dan moeten we snel weer door, want anders worden we straks gepakt. En daar heb ik echt zin in. Ik ook niet. Had je trouwens dat raam hier beneden gezien? Nee, welke? Je zit in een raam, zeg maar, dan kun je in de ruimte hiernaast kijken. Echt? Als het hier dan, zeg maar, dat water werd verhit in deze dingen, dan ging het naar de ruimte hiernaast. En daar staan turbines en daar maakten ze stroom van. Maar er is dus een raam van open. Echt? En waar is dat? Hier beneden, een paar verdiepingen beneden. Ja. Daar kun je doorheen kijken. En daar zitten dus die sensoren. Loop mee. Yes. Ik moet het wel even zien. Hier ergens dus heb je dus een raam. Net de andere kant zag je dus ook die kokosfabriek. Die ook dus helemaal leeg en verlaten is. Ja, dat zeg ik. Kokos. Hier kunnen we niet heen. Verdomme de manier. Het is echt enorm groot dit. Hier had een werkende camera. Waar? Er zat vroeger een camera hier. Oh ja, inderdaad. Hier zat inderdaad een camera vroeger. Hier zat die camera in. Kijk, dit is die camerakabel, zie je? Ja. En dit is het stroom. Inderdaad. En er zat hier die camera in. Super dik. Alleen die is gewoon of gesloopt of gewoon weggehaald toen het bedrijf sloot waarschijnlijk. Ja, om de fabriek in de gaten te houden, dat is overal van dit soort camera's. En die konden dus ook bewegen. En dan zie je hier dus die camera, een coaxkabel of zo heet dat. Hier haalde die zijn stroom vandaan, zat hier dus die camera in. En door dit glas kon hij dan deze fabriek vanuit de controlekamer in de gaten houden. Maar dan moet er dus ook ergens een controlekamer zijn. Dat is er sowieso, moet ja. Zijn, die moeten we kunnen vinden. Ja. Ja. Maar gaan we eerst even het raam zoeken? Ja, dat raam zoeken. Ja. Want ik ben wel benieuwd naar die andere. Jessie maakt nog boven wat foto's. Oh, maar hier is die dekkap. Dit is die kap van die camera. Hey, ja. Oh, vet. Ik heb het raam hier. Oh, shit. Kijk dan. Dit is die turbine. Dit is niet normaal. Maar kijk ook hoe diep het hier is. Jeetje. Dat zijn die turbines die de stroom omzetten in stroom. Bizar. Met een controlekamer. En hoog ook, jongen, niet. Maar waar zijn die sensors? Ja, die zijn daar ergens. Die ruimte hangen, ik weet niet waar die zitten, maar we moeten wel echt voor oppassen. Waarom? Maar dit is dus. Dit is ook onze ingang naar die turbines. Ik denk wel, want ik denk niet dat er een andere ingang is. Dat denk ik ook niet. We moeten wel echt uitkijken, houden. Ja. Kijk dan hoe hoog het dan is. Ja. Dit is wel lijp, jongen. Moet ik sowieso gefilmd hebben, dit. Daar is een wit hokje. Mm-hmm. Aan de zijkant waren altijd van die sensoren. Ik zie nu dat die sensoren er niet meer zijn. Maar wie weet zijn er nog andere sensoren, dus... Wordt een hit en run, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik denk snel filmen en dan is het onderweg. Dat ze binnen 10 minuten zijn ze er. Ja? Dus ik stel voor dat we een timer zetten op 10 minuten. Ja, nee, geen 10 minuten, want dan minder, zijn ze hier 5 al. Minuten. Nee, 15 minuten. Minder. 5 minuten. 7,5 minuut. Okay. Ja, maar we moeten wel onze uitweg precies weten. Dat is hier toch naar daar, of is dit de onderste? Ik weet niet. We kunnen ons ook hierboven verstoppen even. Ja. Hier komen ze niet, trouwens. Wel, waar hier mogen niet? Nee, hier mogen ze niet komen, omdat het op instorten staat. Ja. Echt? Ja. Okay. Hier gaan ze echt niet doorheen rennen, joh. Maar ik moet wel rennen. Anders, ja, jij bent daar. Ah, ja. Dus daar al, dat witte hokje, daar is de controlekamer. Daar. Oh ja, dus die, controlekamer. Die is vet. Hier zijn turbines, voor de rest is het een hal. Dus. Oké, laten we dan gewoon rennen. Okay. Ja, turbines goed. Kijken, controlekamer. Ja. Volgens mij was het 15 minuten. Dus laten we hem gewoon op 10 zetten, joh. Ja. Dat hebben we wel. Gaat de keihard de timer af. Ja. Ja? Zo, ja, let's 10 go. 10 minuten? 10 minuten, ja. Zet de timer op 10 minuten. Ja, is goed. Straks komt hij gewoon niet. Ja. Of er is gewoon niemand. Of hij is vroeger. Ja, dat kan wel. Nee, die beveiliging is er nog wel. Ja? Ja. Die is er, ja.
Maar hij heeft ook de andere kant... Ook in de gebouwen, dus dat is wel het. Ja, want misschien zit hij wel in het hele andere gebouw. En ja, maar dan wel... is hij binnen 10 minuten dus hier. Ja, dat weet je niet. Of ze bejaar. Het is maar de weg oversteken naar Esther, hè? Ja, okay. Ja, het is wel verder rij door. Maar ja. Het zal wel ongeveer... Ongeveer, ik denk wel elke dag dat hij dat doet, toch? Oké. En hij rijdt ook zijn rondes, dus we kunnen hem alsnog tegenkomen. Ja, dat zo. Ja, gewoon hit en run. Hij staat. Vergeet je actiontas niet. Ik kon hem eigenlijk ook gewoon even... We moeten niet zo hard praten. We zijn hier dus net door dat raampje gekropen zoals jullie dus net zagen. En hier heb je een super mooi uitzicht over de turbinehal. In de andere hal werd dus stoom werd dus warm gemaakt. En al die stoom dat werd dus hier in deze... hoe heet die ding ook weer? Turbines. Turbines. In de turbines werd het dus omgezet in elektriciteit. En je moet eens kijken hoe groot... En hoe ver het eigenlijk ook helemaal naar achteren loopt en hoe hoog dit is. Het is niet normaal. Maar hier hangen dus allemaal sensoren wat je dus net zag. Dus we hebben de timer hebben op 5 minuten gezet. Dat we hier max misschien maar 5 minuten of zo kunnen zijn. En dan moeten we echt weer weg. Ik denk dat we niet naar beneden moeten gaan. Jawel. Ja? Ik ga nu naar beneden. Heel snel? Ik ga gewoon naar beneden. Dus kom, snel. Oké, we rennen heel snel naar beneden, want dat is juist de plek waar dus alle sensoren hangen. En waar we dus zo snel mogelijk weer weg moeten zijn. Ja, maar je kan moeilijk alles in de gaten houden. Dat kan niet. Ja. Kijk dan hier. Hier heb je dus ook waarschijnlijk de controlekamer. En dat ziet er ook wel vrij nieuw uit. Dit is allemaal met dit is de controlecamera hoor, kijk. Oh, hier zit de controlecamera achter, kijk dan. Vet. Oh ja, zo. Niet je normaal. Moet even je lamp weghalen. Oh, zie jij het beter? Ja, kijk, je moet je lamp tegenaan zetten. Oh, wacht. Nou, het zie je ook nog vrij kijk, weinig, hier is die hele is die deur niet gewoon open? Kun je. Als we hem nu opentrek, heb ik kans dat dat alarm afgaat, hè? We kunnen er ook doorheen kijken. Ja? Wauw, yo! Zie je het nu? Ja. Dit is die controlekamer. Dit is alle niet meters maar. En dingen die hier zijn. Gewoon om heel die centrale natuurlijk gewoon werkende te houden. En nou, al deze meters en zo hier zo. Moet je kijken. Het is echt super vet. En dan op de achtergrond gewoon al heel die turbinehal. Om dus die elektriciteit op te wekken. Niet normaal. En zo is de turbine ook van dichtbij. Gewoon alles gewoon helemaal mooi. Oh, die anderen lopen daar, ik schrok al. Zo'n hele turbine. Echt niet normaal. Wat is dat? Controle? De ingang. Wat is dit dan? Zitten de sensoren op? Nee. Nee. Lekker hier. Go, ga. Oh, hier kunnen wel allemaal sensoren hangen. Ja. Oh ja, dat zou kunnen dat het hier hangt. We moeten hier wel heel erg uitkijken. Eigenlijk niet slim dat we nu gelijk hierin. Gast. Holy shit. Dit zijn wel echt de plekken waar ze supersnel sensoren neerhangen. Oh shit. Jongens, niet normaal. Kijk, al die knopjes. Alles gewoon volledig intact. Alle knopjes, gewoon elk ding. Had gewoon zijn eigen dingetjes. Zo. Die zijn vet. Alle hendels en dingen. Moet je kijken. Het is niet normaal. Kijk dan deze knoppen. Moeten wel echt super snel zijn. Maar niet normaal. Gewoon elk ding had zijn eigen... Ja, meter eigenlijk. Dat je gewoon precies kon meten wat die turbine allemaal verbruikte en hoeveel ze opwekte. En allemaal zulke soort dingen. Moet je zien. Dit is echt bizar. Kijk dan dit. Dit is het alarmsysteem. Ja, hier. Maar het ziet er vrij dood uit, moet ik zeggen. Ja, maar dit is alarm van het gas. Hier, kijk, alarm. Ja, dat is alarm voor het gas. Hier van de turbine heb je van alles. Testlampje. Hé, je moet echt snel zijn, hè. Kijk dan dit ook allemaal. Als je hier ligt, gaat de zaklamp uit. Ja? Het is niet normaal. Iedereen is zaklamp uit, man. Ja?
Oké, zaklamp is uit. Wat zit hier dan achter? Zijn het omkleedhokjes of zo? Hier een soort van kantoor. Ja. Hier heb je een kantoor met een... Oh, en hier heb je uitzicht over de koeltoren. Ja, dat is de koeltoren. Super vet. Maar het gedeelte ja, daarnaast... Die is ook verlaten. Nee, die zijn gebruikt. Ja, maar die koeltoren bedoel ik. En ja. De koeltoren hoort bij deze fabriek. Ja, daar komt inderdaad rook uit, zoals je kan zien daar. Dus deze fabriek is nog in gebruik. En hier rijden dus ook gewoon allemaal die beveiligingsbusjes en zo. We rijden hier over de trein. Ja, hij heeft die koeltoren. Hij heeft dat gebouw daar. En hij heeft dit gebouw met deze fabriek hiernaast. Ja, inderdaad. Moeten wel snel weg bij de vorige keer de beveiliging zien rijden. Heb ik ook gefilmd. Ja, hier? Ja. Serieus? Ja. Ja, hier, er zit waarschijnlijk ook iemand in die kraan, hè? Die ook zo heel makkelijk naar binnen kan kijken. Ja. Want die kraan is nog gewoon in gebruik. Ja, daar zit iemand in. Ja, oké. Maar we moeten naar Jesse, want Jesse heeft de timer. Ja. Dus we moeten wel even kijken hoe lang we nog hebben. We hebben dus net gewoon heel de controlekamer gezien. Alle knopjes waar ze dus gewoon heel deze energiecentrale gewoon mee... Zijn ze kapot? Serieus? Ja, maar de beveiliging komt er toch nog steeds. Ja, die beveiliging, die, als je in het ergste geval is die beveiliging al onderweg. En we hadden dus maar 10 minuten om hier dus heel snel te filmen. Die komt sowieso nog, hè, Mark? Ja, die komt sowieso nog rondlopen. Ja, die komt hier nog binnen. Want dit is best wel een nieuw gebouw, dus hier mag de beveiliging mag nog hier naar binnen lopen. Maar het oude gebouw, daar komen ze dus eigenlijk niet. Maar gewoon heel deze turbines en zo allemaal op de achtergrond. Het is echt super mooi hier, dat uitzicht achter me. En dan gewoon, als je in zo'n fabriek loopt, dan je ook gewoon de, ja, een beetje de geschiedenis en gewoon eigenlijk de manier van werken. Wat ze eigenlijk in zo'n energiecentrale deden, dat je dat ook gewoon te weten komt. Dat is wel echt super vet. Maar hier zitten dus ook gewoon weer allemaal verschillende meters en dingen. Ook gewoon weer zo'nzelfde turbine als net. Hier is ook gewoon nog alle kastjes waar ze dus ook waarschijnlijk de turbines en de stroom ook zo allemaal konden regelen. Hier ook allemaal... Het is echt niet normaal. Ik heb er echt best wel weinig verstand van, maar het is toch wel heel vet om zoiets te zien. Ondanks dat je er eigenlijk gewoon vrij weinig verstand van hebt. Oké, jongens, jullie hebben dus alles gezien. Gewoon heel deze energiecentrale, die eigenlijk gewoon helemaal er verlaten bij ligt. De nieuwe centrale ligt hier dus ook gewoon naast en die is dus wel in gebruik. Dus dit was waarschijnlijk een fabriek die gewoon van ouderdom eigenlijk gewoon moest sluiten. Omdat er gewoon echt duidelijk wel... Ja, toe was aan eigenlijk vernieuwing en dat konden ze waarschijnlijk bij dit gebouw konden ze dat niet meer uitvoeren, zeg maar, en moesten waarschijnlijk dus deze hele centrale sluiten. Dus ik ga even snel de video afsluiten, want we moeten echt super snel weg, want we zijn hier al veel langer dan 10 minuten en de kans wordt alleen maar groter dat we bij deze locatie gepakt worden en dat is dus niet de bedoeling en dat willen we dus ook allemaal niet. Dus gaan we zo snel mogelijk weg. Dus vond je dat nou een super vette video? Laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onderin deze video. En dan zie ik je weer bij een volgende video. Later.